Nou, er was echt ontzettend veel aandacht voor het hoogwater. Via de radio, de televisie, Instagram, Facebook, noem maar op. Dus hartelijk dank daarvoor. En velen van jullie hebben ook een selfie ingestuurd om te laten zien welke dijk jullie beschermt via hashtag Mijn Dijk. Guido die staat hier bijvoorbeeld in Spijk op de dijk langs de Rijn. En Cindy die gaat altijd lekker hardlopen op deze dijk in Doornik. Deze is heel gaaf. Theo de Klein die staat hier met 9 toekomstige brandweermannetjes op de dijk bij Heerewaarden. En Manon die is trots op de dijk die de provincie Utrecht beschermt. En Willem die is hier lekker aan het keuvelen met zijn net geboren kindje op de Lekdijk. En Constantijn die is blij dat de Grebbelinie dijken beschermt. En dit is Merel uit Friesland. En die staat hier op de Beeldijk. En dan laten jeugdwaterschappers Hidde, Belle, Rogier en Anna natuurlijk ook zien dat ze er zijn. En last but not least, onze minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, trots op de dijk bij Bergambacht. Ik hoop dat we met onze video's hebben kunnen laten zien dat we nooit klaar zijn met het werken aan stevige dijken. Want Nederland beschermen tegen het water, dat moeten we nu en in de toekomst echt samen doen. Thank you.